Een hele goede morgen. Nou, wij zijn vanochtend al vroeg begonnen. We hebben Jordi gespoeld, ik en Niels samen, voordat Niels naar zijn werk ging. Want Jordi had zo'n opgezette buik. En daarom hadden we besloten om hem even te spoelen. Jordi heeft gewoon verder zijn fruithapje en de hele gebeuren gehad. En nu krijgt hij zijn flesje en gaat hij lekker naar bed. Ondertussen ben ik ook aan het uploaden. Volgens mij is hij nou net klaar. En ga ik zo dadelijk eventjes de douche poetsen. Want die is wel nodig. En even was opvouwen. En dat soort dingen allemaal. En als Jordi wakker is, dan als hij soep gehad heeft, dan gaan we even naar de winkel. Huh? Voor nu ga ik even verder zo'n flesje geven. Deze vriend heeft heel lang geslapen. Ja, het is zo moe. Als je nou eens 's nachts dan niet zo spookt. Oh ja, ja, heel toepasselijk, boe, hè? Geef mama nog kusjes. Oeh, lekker kuskont. Ik hou van jou. Hij wil me wel aankijken, maar hij kijkt me niet aan. Inmiddels heeft hij heel soepje gehad. En ik ga zo zijn eten warm maken. Daarom zit hij hier. Mama kus. Nee, mama kus. En dan lachen we ook erbij, hè? Omdat je dat leuk vindt. Oké. Ja, je kan ook de dringerig zijn. Ja, heel veel liefde van Jordi. Oké. Ga je mama de kleren uittrekken? Nee, toch? Nee. Nee, je gaat niet maar pakken. Aboe, boe, boe. Hij zit hem nu ook gewoon weg te duwen. Maar als ik hem weg duw, gaat hij ook niet weg. Heb jij nou wat scheet gelaten? Serieus? En dan zit ik nu in te ademen. Nou, kun je me niet even waarschuwen? Mama, ik heb een scheet gelaten. Of heb je gepoept? Ik voel niks. Maar dat is bij jou altijd een vraagteken wat ik voel. Maar even serieus. Ja, kus er maar overheen. Maar oké, dan gaat mama jouw eten warm maken. Want dan kan ik eerder in je luier kijken.
een hele goede middag. Gisteren ben ik vergeten af te sluiten. Ik had heel erg hoofdpijn. Vanochtend hebben we eerst fysio gehad. En daarna is even een vriendin van mij geweest. Jordi heb ik gewoon naar bed toegebracht, maar die heeft nog geen uurtje geslapen. En die is dus al wakker al even. Ben je happen? Jawel, ik heb het geluid uitgezet, maar je kan wel zien. Ah. En Jordi is dus al even wakker. En ik ben nou zijn soepje aan het geven, want hij heeft gewoon buikpijn. Dus ja, hij doet het niet zoals het moet. Alhoewel ik wel weer scheetjes ruik, dus hij is bezig. Nou hoop ik dat hij vandaag wel komt, want ja, anders dan is het natuurlijk weer niet fijn. Maar hij houdt het gewoon ook echt op, naar mijn idee. Dus ja, shit happens. Letterlijk en figuurlijk. Ja, boe. Dus nou krijgt hij lekker wortelsoepie. Straks krijgt hij spinazie. Mam doet gehaktballetjes met gekookte aardappels en spinazie maken. Mam moet ook nog even de gehaktballen maken. Want dat wou ik allemaal doen als hij sliep. Dan denk ik, dan ga ik even eten. Dan doe ik even gehaktballen maken. Dan doe ik even stofzuigen, dweilen. En dan is Jordi tegen die tijd wel weer wakker. Ik heb alleen gegeten. Goed zo, is het lekker? Ja? Hey! Nou. Nou, alles zit weer hieronder. Nou ja, oké, dat kan. Dan is het eigenlijk maar weer een kwestie van omkleden. Maar wij toch ook een klein varkentje, hè? Nou, heel de middag gehuild, geschreeuwd, gejankt had. Meneertje heeft buikpijn. En nu heb ik hem eindelijk even rustig. En slaapt hij even. Had vanmiddag ook niet zo heel veel geslapen. Dus ik heb ondertussen mijn eten al klaar. Het is nu wachten op Niels. Want als Niels thuis is, dan gaan we meer spoelen. Want het kan zo niet. Het kan gewoon echt zo niet. Manneke heeft heel de tijd tot na zijn soep geschreeuwd. Ja, maar... Oké. Nou Niels, heeft zich je straks een drama voltooid? Ja, Jordi had nog een cadeautje bewaard voor papa. Totdat papa thuis was. Ja, Jordi had dus nog liggen slapen, zoals jullie straks zagen. En ja, hij is op een gegeven moment huilend wakker geworden. Maar we zijn hem toch maar eten gaan geven. Omdat we zoiets hadden van ja, het is echt etenstijd. Mm-hmm. En toch maar eens even kijken wat hij doet. En toen hebben we hem even laten zitten en zelf ook gegeten. Ja, en toen wou ik op een gegeven moment zijn luien doen, want ik rook iets. En ja, voordat ik het rompetje al opendeed, zat poep al op de aankleedkussen. Dus hij had zijn hele luier gewoon helemaal... vol gepoept. Dus hij is nou lekker in bad geweest. We hebben hem niet hoeven spoelen gelukkig. Dus hij heeft het zelf op kunnen lossen. Daar zijn wij heel blij mee. Want ja, dat is toch altijd beter. En nou is hij hier lekker aan het spelen. Ja, hij ligt nou lekker te spelen. Ben jij lekker aan het spelen? Ja. Blauw. Ja. Ik ben blauw, net als de zee. We laten hem ook nog even lekker spelen, want ja, hij gaat nou toch nog niet slapen. Want hij heeft zijn powernappie gehad, dus dat gaat hem niet worden, niet denk ik. Deze knappe vent heeft lekker tandjes gepoetst met papa. En papa heeft een luiertje verschoond. En hij gaat nou stoppen. Ik moet nog even vijkant naar huis. Ja. Och, jongen, toch. En nou is papa jouw flesje aan maken. Dan ga je daar lekker maar een bakje toe. Hallo, dat is de bedoeling, hè?
Nee. Niet in mijn neus. Hallo? Hey, hallo, dat noemen ze een neus. Dat moet je niet in knijpen. Ja. Wat zeg je, papa? Dat kan ik niet missen. Nee, die van jou is niet te missen. Die van mij is mooi en klein. Ja, hè? Mama's neus is mooi en klein, hè? Ja, die van papa is veel te groot. Oh, ja. Tuurlijk. Ja, dat dacht ik ook. Hoe is de vis? Hup. Speel ze in je fles. Moet papa maken nou, hè? Papa zo lekker flesje voor Jordi maken, hè? Ja, papa een lekker flesje voor Jordi maken. Krijg ik allemaal kusjes? Nou, dat is wel echt lief voor jou, hoor. Dat ik al die kusjes krijg. Dat vind ik echt lief. Hey, dat is mijn neus. Dan zullen mensen zich afvragen, hoe gaat het met jouw lip? Gaat goed, zeg maar. Gaat helemaal goed. Je doet tanden knarsen, Jordi. Ah, ben je moe? Papa halen. Papa komt jou pakken. Papa komt jou pakken. Mama, kus. Hup, pum. Hup, pum. Hup, pum. Nog één keer, boom, dan. Hup, pum. Pum. Dat vindt hij leuk, hè, de kleine rat. Erboe. Wel testen. 431. Jordi ligt lekker te slapen. Hij was heel even wakker geworden, maar ik heb hem weer in slaap geknuffeld. Ja. Komt gewoon door die lange baard van jou. Dat voelt hij ook zo. Ja. Dan weet hij wie er aan zijn bedje staat. Oh, dus als ik een baard laat groeien, dan denkt hij dat ik jou ben. Ja. Oké. Nee, oké, dat is duidelijk. Maar doe maar niet. Dat is ook niet mijn plan. Doe maar gewoon scheren. Ik doe het hartstikke, is dat ook goed? Ja. Maar wij gaan ook zo naar bed. En we gaan ook deze ups en downs afsluiten. En welterusten zeggen. Welterusten. Slaap lekker. En tot de volgende. Tot de volgende.